Zal ik een kleine hint? Ja, gooi maar hint. Sorry. Yes, what up guys, this is boy QC en welkom bij een nieuwe aflevering van Sunweb. Ik ben trots dat ik de webkoning van Nederland ben, daar ben ik super trots op. Ik ben niet trots op ben dat ik met mijn gezin loop buiten en dat de mensen komen: hey, webkoning van Nederland! Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. De okay, kinderen lopen ernaast. Ik weet niet wat we precies gaan doen. We moeten ze geheim houden. Oh, nu wordt er iets gegooid. Heb je daar nou heel de dag op gewacht? Jullie challenge van vandaag. Bouw met een budget van 30 euro je eigen boot. De kijker bepaalt wie het beste heeft gedaan. Let's go, go. We krijgen wel reddingsvesten. Laten we zo zeggen, kunnen we van 30 euro een boot bouwen die mij kan houden? Dat is de vraag. Niet, I only got 30. 5 euro discount? We need. I only got 30. Ja, yeah, let's go. Pak die dingen. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien. 15. Shit, zeven door. Do you got a bag? No. Shit. Oké, jongens, we hebben haast. Ik heb heel veel palen in mijn hand. Bram, ik zit met een probleem. Wacht heel even. Hij beslaat. Ja, man. Hey, we beginnen te draaien. Oké. Oké, Bram, je bent even. Ja, als je bij Bram in de buurt komt, dan beslaat je bril, hè? Bro, voor mij heb je hem nog viezer gemaakt nu. Ja, hij is toch drie keer erger. Wij kopen voor 30 euro een jurk. Die trek jij aan en dan ga je zo iemand met een jacht ga je versieren. Hoezo een jurk? Voor de team. Nee, man. Ja, maar bro, je moet een beetje sexy zijn, toch? Je hebt nog een beetje die boobies zo. Ja, maar nee. Jij hebt gladde gezicht. Nee, man. Oké, jongens, laat even in de comments weten. Met wie zou je eerder op date gaan? Q. Hoe vind jij? Hangt van het meisje af, man. Hè? Hangt van het meisje af. Het ene meisje moet je op de ene manier versieren, het andere op de andere. Als ze los is, weet je, losse neupjes, dan ga je met het dansen. Als ze een alcohol is, dan moet je ze gewoon drinken geven. Als het een skank is, moet je gewoon vragen. Hé, hey, hij is goeie, man. Oké, okay. Volgens mij spreek ik met een ervaren speler. Ik mag het niet zeggen, ik denk dat dat zo is, ja. Welke BN'er zou ik in het gezicht willen slaan met een natte krant? Ik denk Tim. Dat is fout. We hebben gewoon een verleden gehad en daardoor dacht Jay dat ik hem nog steeds met een natte krant wou slaan. Maar tegenwoordig hebben we iPads. Heel weinig tijd, zeg maar zo weinig tijd dat we eigenlijk zouden moeten rennen. Ik heb één ding geleerd in het leven. Je kan maar één keer te laat komen. Als je al te laat bent, kan je niet twee keer te laat komen. En dat is een quote. Hoe fixen jullie jongens? Hoe wij jongens fixen? Ja, gewoon een beetje dansen en een beetje gewoon kijken. Al kijken is al genoeg hier. Ik heb daar niks van verstaan. Kijken is al genoeg. Gewoon kijken. Ja, gewoon kijken is al genoeg. Gewoon zo. En dan loop je op hem af en wat is dan je openingszin? Nee, ik praat niet tegen hun, we komen naar mij meteen. Oh, jij bent playgirl. Nee. Wat dan? Nee, ik praat niet tegen hun, we komen gewoon naar mij af. En hoeveel wijs je eraf? Van de 10 jongens, hoeveel wijs je eraf? Ja, meestal 9. 9 meestal. En dan eentje komt er door. Nummer 1. Zwarm! Ik kapot. Zo! Ja, jullie hebben een uur de tijd. Zou je dat nog kunnen zeggen? Oké, we hebben een uur de tijd. Oké, stel je voor, er is een jongen. Hij is superleuk, maar hij geeft jullie geen aandacht en je wilt hem echt hebben. Ik moet zeggen, mooie sokken, neuken! En dan komen we zo. Ik hoop dat mijn dochter dit nooit gaat zeggen. Jongens, ik ben aan het overleven hier, man. Heb je ooit een microfoon onder een onderkin gezien? Zo, hoppa. Zie je, dan even onderkin ook nog eens een functie, man. Iemand kwam naar mij toe en hij zei hij heeft de beste openingszin ooit. Je hebt de beste openingszin. Ik ben Ron de Wet. Wil je een wonderet? Nog één keer. Ik ben Ron de Wet. Wil je een wonderet? Nee, maar kijk, er is veel geluid, dus je moet het nog één keer doen. Ik ben Ron de Wet. Wil jij een wonderet? Nee, maar je moet het echt zeggen met alsof je het echt gelooft. Zeg het. Ik ben Ron de Wet! Wil jij een wonderet? Ligt het aan mij of is hij zo'n zo, helemaal nek man. Fuck dat man. Ik was een pedal. Ja. Het ziet er heel raar uit. Heel raar. Onze boy zijn aan het zwemmen. Dit mag niet.
Jullie boot was kut. Jullie hebben een kutboot. Dat is een kutboot. Jullie waren aan het zwemmen. Pas op jongens en hij. Stel je voor, er is een autorace. Eén auto, hij stopt er gewoon mee. En ze gaan rennen verder. Kan niet, je moet met de auto eroverheen. Heb je Max Verstappen ooit zien rennen over de eindstreep? Nog nooit. Ongelooflijk, ongogolovelijk. Snap je, ongogolovelijk? Is dat een nieuwe quote, jongens? Ongogolovelijk. Nu voor 20 euro naar Spanje. Ongogolovelijk.